In Snits kwamen hier ook de deelnemers van de Jong Solar voor het eerst in actie. 8 wedstrijdteams, maar jongeren uit het Vatset onderwijs bouwden zelfs een zinneboord en gingen de strijdmalker om. Dus het laat helemaal nergens zien af. Slag het wat? Kim beter. Ben je hem er wat klaar voor? Ja. Ja? Ja, ik hoop het wel. Het is allemaal klaar. We het laatste dingetjes nog klaarmaken en dan kunnen we van start. De Jong Solar is een nieuw evenement in de Solar Challenge. De jongeren kennen samen mylift op de kunde van de oude garde. In de hoop dat ze in de toekomst kiezen voor een studie in de techniek. Nou, gas geven. Ja, doe maar. Ja, boink. We hebben maandag voor het eerst dat hij echt af was hebben gevaren. Hoe wie dat? Ik heb zelf niet gevaren. Maar het ging toen ik hem zag, had ik wel echt een goed gevoel van ik heb toch iets gemaakt en het doet het gewoon. En hij ging naar mijn gevoel, leek hij echt hard te gaan. Het headgang. Ja. Dat is toch wel bijzonder, hè? Dat je dat als zelf meidje kennen. Ja, zeker. Ja. En dat je dan tussen de grutten mee varen, dat is ook wel bijzonder. Ja. Zafvolle tiert hersen besteed om al dit werk buitenskwaliteit om in de vakanties en op vrije dagen. Zelfs tussen de toetsen van de toetsweken terug. Nou, als het zaafvier komt, dan kun je alleen maar zeggen, in en al enthousiasme. Absoluut. Alle boten gaan naar Snits staan, naar de kalk. En dan hebben we een duurtest. Van de kalk naar de geel en naar Hennewet. Nou, dat is 10 kilometer ongeveer. En daarna hebben we slalom. En daarna hebben we sprint. Uiteindelijk wint het team van het Linde College uit Wolvegeer. Door technische mankementen eindigen de leerlingen van het Bogeman College als laatste.